van die drie finales dan meegemaakt heb, vond ik dat de mooiste finale, eerlijk gezegd. Goed, als in de trein op Parijs, weet jij tegen wie dat gespeeld? Zegt hij. Ik zeg nee. Hij zegt Pikner. Nee, dat was Pirkner. Maar hij kon geen namen uitspreken. Die is drie keer rapper als jij zei. Eer dat jij gedraaid zet, zegt, dan is het al goal. Ik zeg, jong trainer, dan moet jij een ander nemen. Hè, jong. Dat gaat toch niet, hè? Je kan daar niet tegen spelen. Als die Pirkner, zegt hem, nu mankt, is die toch zo rap niet mee, hè? Pirkner, dubbelpaas. Van Bint. Overtreding van Bint. Die was niet gekwetst, maar je had een beetje last van iets. En oude match zei goed als tegen mij, je hebt dat goed gezien, jong. Gelukkig is het niet deze actie die Anderlecht de overwinning bezorgt, maar alweer een ongrijpbare slangenmens. Actie van Nielsen, verkouden en ingebrengt. En 1-0 voor Anderlecht. Mooie actie daar. Dat die laatste en beslissende voorzet van Frankie Verkouter komt. En naar Renze brengt met al zo dikwijls gezegd die gouden linker. Renze brengt een draaiertje en hij zit erin. En hij zit erin. Ja, wie kan dat? Ja, wie dat kan, dat is deze man. Robby Renze brengt. Nou, ging hem hartstikke mooi in. En toen kwam Gilles Verbins met zijn derde. Die spleet door de verdediging van Oost-Zuid-Wien. Van Bint, vorige zondag nog een formidabele solo. En nu ook. En het zit 3-0. Mensen. En Van Bint tekent ook voor het vierde doelpunt. Een beauty. Ja, daar is hij weer. Natuurlijk. Met de linker. Oh, wat een... Wat een enig mooi doelpunt van Gilles Van Bint. Ik kwam op, hè, nog 10 minuten spelen, maar de rest was al bezig. Waar gaan we feesten? Dus die volgde niet meer. Begrijp je? En ik stond daar. Ik zeg, ga nog een patat opgeven. Hè. Die zal wel over of naast zijn, maar die viel wel recht in de kruising. Zeg. En is afgesloten. Anderlecht voor de tweede maal. Winnaar van de Europa-beker. Voor bekerwinnaar.